maak fouten. Want anders, en doe dat liefst zoveel mogelijk buiten het oog van het publiek. Vandaag bespreken wij het Koningsinterview door Wilfried de Jong. Het is geproduceerd door RTL en NOS, mm-hmm. maar samen. En de RTL biedt het aan voor €4, kun je het terugkijken. Maar de NOS biedt het gratis aan. Nou, dat roept een vraagje op, maar de grotere vraag is natuurlijk, de NOS is helemaal publiek gefinancierde omroep. RTL niet. Hè? En RTL is blijkbaar ook in staat om dit te doen. Waarom gaan dan de miljoenen de ene kant op en niet de andere kant op? Het gesprek tussen Wilfried de Jong en koning Willem-Alexander is net als het interview van Jinek met Patricia Pai genomineerd voor de Sonja Barend Award 2017 voor het beste interview. En dit interview heeft nog veel meer lof gekregen, denk ik, dan dat interview met Patricia Pai. Ja, hele goede recensie in de Volkskrant, in NRC. Dus een meneer Berenkamp, die vindt het echt... Volgens mij ook in de jury zit van de Sonja Barend Award. Ja, inderdaad. En die vond dit fantastisch. Ja. Ook een aantal koppen over hoe lyrisch de BN'ers waren en hoe geweldig de kijkers het allemaal vonden. Dus je kan denk ik wel zeggen dat als NOS en RTL, als je ze zou vragen wat is nou een bijzonder mooi iets wat jullie gemaakt hebben, dan zouden ze denk ik dit zeggen. Mm. Dat zou je ook wel af kunnen leiden uit de koppen van hun websites, van dit moet je gezien hebben. Of dat zijn voor nieuwsredacties wel een beetje bijzondere dingen om te zeggen. Nou, dan wordt het een hele saaie aflevering. Ja. Echt een heldenmuziekje, vind ik. Ja. Echt een bloem die open gaat. Ja. Dus we zijn aan het helpen. We willen dat hij er goed afkomt. En Wilfried de Jong komt in een hele normale auto. Komt hij heel normaal aanrijden. En eerlijk gezegd, mij irriteert dit meteen al. Omdat de cameraploeg heel duidelijk natuurlijk er al staat. Dus deze mensen die denken dat we niet snappen hoe dat werkt. En terwijl de NOS op zijn website gewoon eerlijk aangeeft. Nou, er is een voorgesprek geweest tussen de Jong en de koning. Dus dit hele idee van je bent er overal bij, je ziet hem aanrijden. Dat is eigenlijk niet, denk ik, reëel. Aan de hand van tv-fragmenten gaan we een persoonlijk gesprek voeren over zijn leven en historische nieuwsgebeurtenissen. Dus meer een terugblik op 50 jaar Willem-Alexander dan op zijn koningschap. Maar de enige connectie tussen zijn leven en historische nieuwsgebeurtenissen is volgens mij dat hij de koning is. Ja. Behalve dan dat ze gelijktijdig gebeurd zijn. Ja, maar dan heb ik ook een connectie met alles wat gebeurd is tussen 1987 en nu. Ja. Maar dat gaat, als ze mij interviewen, gaan ze dat dan niet... Gaan ze niet laten zien hoe de Berlijnse muur viel. En zo. Ik ben nog enigszins te porren voor dat initiatief. Nou, altijd is hij de koning. En gaat het over zijn formele rol als koning. Eigenlijk ook niet altijd, ik bedoel. Het gaat heel veel juist al over zijn persoon, volgens mij. Het is helemaal niet dat als de koning in beeld komt, dat het dan altijd weer over de grondwet gaat en over de formele bevoegdheden. Ik ben er nog voor te porren in zoverre dat het ook de mogelijkheid creëert om een ontluisterend interview te houden. Maar dat muziekje en die vooropgezetheid van die introductie voorspelt al weinig goeds wat dat betreft. Ja. Want het is juist luister. Het is niet ontluisterend, het is opluisterend. Ja. Geen koning, gewoon een persoon met een gouden randje. Ja. Ja. Oh, nee, dan dat gouden randje er ook af. Ja. Door die combinatie persoonlijk en opluisteren, denk ik al glamour. Ja. Glamour interview. Ja, het is ook een beetje hoe Ivonia aan kan komen rijden ergens bij een ster. Deze shots zijn ook heel erg bedacht. Hè? Dus de camera staat hier, die wil zien hoe hij uit de auto naar de deur loopt, alsof dat heel normaal is. Wat waarschijnlijk helemaal niet normaal is. Ja, dit is asociaal parkeren eigenlijk. Dit vind ik ook heel erg nep. Er staat de hele tijd al een man in, die klaar. Die doet de deur open op het moment dat Wilfried de Jong aan komt lopen. Wilfried de Jong hoeft niet te kloppen, niet te bellen. Je ziet ook heel duidelijk dat de koning een DAS-microfoontje om heeft. Mm. Anders kunnen we hem ook niet verstaan natuurlijk. Dus de crew is natuurlijk even binnen geweest om dat microfoontje om te doen. Mm. Iedereen staat klaar en dan doen we nu alsof we beginnen. Ja. En ik vind dat gewoon een beetje de kijker behandelen alsof de kijker een mogol is. En ik vind het heel bijzonder. Iemand met Down syndroom. En ik heb zelf heel erg te doen met deze meneer. En ik vind hem ook een beetje een rare keuze. Want hij moet nu de hele tijd soort van buiten beeld niet bestaan. Mm. Kijk, als jij normaal binnenkomt ergens, er staat daar een of andere vent, dan geef je die ook even een hand. Mm. Dan doe je niet alsof daar alleen maar de koning staat. We doen normaal, maar niet tegen jou. Mag ik mijn sleutels hier laten? Uiteraard. Dit was het moment waarop Hans Berenkamp wist hoe normaal het allemaal was. Hij zegt inderdaad al, op het moment dat je de sleutel ziet, nou, dan zie je, wat is dit toch normaal? Ik denk, wat is dit toch ingestudeerd en wat is dit toch bedacht?
onstuitend tegen de borst. Ja. Die trucs die hier worden gebruikt. Ja. Maar de recensenten trappen er niet in. Ze duiken er zowat in. Ja. Dus echt, ja, eindelijk. Dit is de tv die we... Die we willen. Die we willen, ja. Ja. Dus dat is bijna net zo verontrustend als de keuze zelf. Ja. Mag ik u uitnodigen naar de bibliotheek? Ja, dat is goed. Komt u verder, vind ik nep, als de camera zo staat. De camera loopt voor hen uit, ja. Inderdaad, volgt hen niet. We hebben eigenlijk voor gekozen om hier boeken neer te zetten die we niet dagelijks gebruiken. Want die hebben we boven staan in ons eigen appartement. Het gaat meteen over die boeken en het roept heel erg de vraag op hoe vaak lees je dat nou? Hij zegt niet dagelijks. Hmm. De boeken die we dagelijks lezen, die zijn ergens anders, die staan boven. Maar wel naast nog werken of gidsen of wat dan ook, die we, of atlassen van alles en nog wat, die we regelmatig willen bekijken. Maar wat is dan regelmatig? 1 keer in de maand of zo? En welke boeken staan dan boven? Ben ik ook benieuwd naar. Welke boeken pak jij dagelijks? Dagelijks even uit boekje. De kast. Ik ben een keer, toen kon ik niet slapen, toen ben ik 's nachts naar de boekenkast gelopen. Heb van welk boek ga ik nu pakken? Waar ik gegarandeerd van in slaap val. En toen heb ik de Havelaar uit de kast gehaald. En ik heb hem in 1 ruk uitgelezen. En ik vond hem fantastisch. En toen heb ik hem pas begrepen. En op welke leeftijd was dat? Ja, dat was toen we hier op Eikhorst woonden. Ik loop naar een boekenkast. Ik zie opeens een boek. Wat ik denk, god, waarom heb ik dat boek? Nou, dan ga ik dat boek maar lezen. Ik zou wel eens een keer slaap willen komen of zo. Het lijkt toeval te zijn, die boeken die er staan. Wat ik helemaal niet gek zou vinden. Namelijk dat iemand anders gewoon denkt. Nou, we zetten hier wel belangrijke Nederlandse literatuur neer. En dat hij daar verder niet zo heel erg mee bezig is. Leest u veel kranten iedere dag? Hoe moet men dat voor hem zien? Ja, iedere rare vraag, toch? Leest u veel kranten? Iedere dag. Maar dit is al een vraag die op een bepaald antwoord lijkt te anticiperen. Ja. En, dat, er komt dan ook een antwoord dat net zo merkwaardig is als de, ja, als de vraag. Ik lees elke dag, probeer ik 4 of 5 Nederlandse kranten, ook wat internationale kranten te lezen. Proberen is volgens mij hier het sleutelwoord. Ja. Zo probeer ik elke dag de marathon te lopen. Ja. 4 of 5 Nederlandse kranten, ook wat internationale kranten. Dus meer dan 5. Ja, wat? Dus je mag echt wel 2 maken. Dus hij beweert gewoon echt, letterlijk beweert hij gewoon 7 kranten per dag. Ik probeer echt tijdschriften te lezen. En dan nog tijdschriften? Hij heeft een stapeltje, hij gaat het proberen. Joop.nl had artikeltje met kop. Kijkers zijn zwaar onder de indruk. Misschien is dit het dan? Zijn ze hier zwaar? Ik ben hier zwaar onder de indruk. Ja. Ik krijg ook knipsels van belangrijke artikelen. En dan krijg je ook nog knipsels van belangrijke artikelen. Er zijn dus die ministeries die denken, ja, het is onmogelijk. De koning kan het wel. Die kan 7 kranten en alle tijdschriften. Die kan het allemaal. Maar als je bijvoorbeeld bij het ministerie van Landbouw werkt, is het wel heel fijn als je, zeg maar, de artikelen die aan landbouw raken, uit allerlei kranten en allerlei tijdschriften, dat je die gewoon toch krijgt. Zonder dat je dat allemaal door hoeft te lezen. Dus wat ze doen is een systeem van die knipselkranten. Dan kun je een aantal thema's. Kun je abonneren, zeg maar, als ambtenaar. Of, en ik denk dus dat wel bij hem zo in de buurt zit, dat ze hem ook aanbieden van, god, wilt u ook een knipselkrant? En dan kan hij wel heel erg dit gevoel hebben van, ik lees wel 7 kranten op een dag. Dat leest hij niet. Hij krijgt een selectie uit die krant. Dus het is weer iets wat voor hem gedaan wordt. Dus die multatuli, die staat zomaar in zijn boekenkast. En al die dingen die voor hem relevant zijn, die liggen eigenlijk zomaar op een rijtje. S'ochtends vroeg in bed begin ik al met de eerste kranten te lezen. Zodra ik wakker word. Die wekker gaat. Piep, 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 krant. Ja, en ook een beetje zo'n Maxima, dan gaat, oh, dan gaat hij weer. Al die kranten, al die dingen. Oh man, dit zeiden ze hem niet bij toen ik weer. We hebben hier allerlei foto's staan. Dat lopen. Ja, dat lopen vind ik irritant. Hij begint ook steeds meer te lijken, vind ik, op een tv-persoonlijkheid. Het onderscheid interviewer en geïnterviewde verdwijnt eigenlijk een beetje. We krijgen nu echt een soort tv optreden van 2 presentatoren eigenlijk. Ik ben de oer-BN'er en ik gedraag me nog als de oer-BN'er, maar misschien moet ik me meer gaan gedragen als een moderne BN'er. Ja, ja, dat zou heel goed kunnen. Dat ook heel erg opvallend was als de BN'ers allemaal het geweldig vonden. Dat is ook, geloof ik, zowel de RTL Boulevard als de Media Courant, die koppen heel groot. BN'ers vinden het fantastisch. En dat zou hier wel een beetje mee te maken kunnen hebben. Hij komt een beetje die kring van de BN'ers binnen. Totaal niet wetend dat Mandela bij mijn grootvader op bezoek was in het kader van Peace Parks. Ja, mag die ook ik, even? Ja, uiteraard. Kwam ik op Soestdijk langs om mijn grootvader goeiedag te zeggen. We waren in het noorden geweest bij vrienden. Ik was gewoon in een t-shirt. En ik zei, nou ja, ik ga me niet... niet naar hem toe, omdat ik gewoon niet goed gekleed ben. Dus ik ben zo binnenkomen zetten. Ja. Zijn hele geschiedenis, zeker zijn laatste jaren van gevangenschap tot en met zijn presidentschap en daarna, heb ik meegemaakt eigenlijk. Hoe heb jij dat dan meegemaakt? Of anders dan wij? Ook weer, omdat je koning bent. Maar daar ging het geloof ik niet over nu. En in Wales op school
nog demonstreren voor de vrijlating van Mandela op het ambassade in Londen. Dat vind ik ook interessant. Ik zou hier ook op doorvragen. Hm. Hey, wacht, heb jij in de tijd dat je in Wales zat gedemonstreerd? Was dat toen bekend? Was dat, heb je dat overlegd met mensen? Of was dat nou juist zo leuk in Wales? Dat jij daar gewoon aan een demonstratie mee kon doen, waar misschien al je vrienden ook aan meededen. Of is dit de band? Kan ook, hè? Ja, ik heb niet echt een bijzondere band met de man. Ik heb hem één keer een handje gegeven. Ja. Maar ik vind het gewoon een inspirerende persoon. Ja. Dus ik ben heel blij als ik met hem op de foto mag. Hij heeft 3 keer zichzelf uitgenodigd voor ons huwelijk. Is dat de eerste 2 keer niet gelukt? Heb je 2 keer nee gezegd? Zichzelf uitgenodigd. En hij zei, moet daar you prince, when you get married, don't forget your old friend from South Africa. Dus misschien heeft hij zichzelf uitgenodigd voordat hij überhaupt wist van het huwelijk. Drie weken van tevoren kreeg hij een lijst van alle dingen die voor hem afgezegd waren. En daar stond ons huwelijk op. En toen dacht hij ja. En toen zei hij van, en wat moet ik dan daar en daarheen? Ik zei, dat kan het weekend daarna nog wel. En mijn vriend trouwt maar 1 keer. Zeg maar dat ik kom. En toen heeft hij 3 weken van tevoren zich alsnog aangemeld en is op ons huwelijk gekomen. Echt als een echte trouwe vriend. Ja. We weten niet of Willem-Alexander hem ooit nog heeft ontmoet na dat fotomoment. Tussen het fotomoment en het huwelijk in. Er wordt niks over verteld. En als dit verhaal klopt, dat hij nu vertelt, is het dan niet waarschijnlijker dat Mandela graag een sprookjeshuwelijk bij wilde wonen? Ja. En niet dat hij een hele trouwe vriend was. Maar hij doet juist een beetje van, het is een hele intieme vriendschap. Hij probeert het eigenlijk logisch te maken. Ja. Je vrienden komen, Mandela is een vriend van mij geworden, want ik had een t-shirt aan. En, het is... Ja. Koningschap laten we buiten beschouwing, hè? Ja. Terwijl hij nog wel, als hij Mandela nadoet, zegt hij, you prince. Weet ja. je wel? Daar verraadt hij eigenlijk dat het gaat om zijn. Ja. Koninklijk, hè? Afkomst. De NOS eindigt hun artikel over alle hoogtepunten met Mandela. Mm-hmm. Echt fantastisch dat hij er toen was. Dat is de laatste zin. Mm-hmm. Dus de NOS is blijkbaar heel blij. Dat vind dat is een beetje de uitsmijter. Mm-hmm. Mandela was bij het huwelijk. Alsof dat belangrijk nieuws is. Dus ik denk dat weten we toch al lang. En ik heb helemaal niet echt iets intiems gehoord daarover. Behalve de conclusie, vriend. Mooi. Wilfried de Jong is gewoon mooi. Laat het passeren. Trouwe vriend. Hoezo trouwe vriend? Zal wel. Ja. En het verraad waar hij naar op zoek is. Mooi. Ja. Puntje binnen. En in plaats van, oh, wat heb je nou eigenlijk gezegd? Kan ik daar iets kritisch op zeggen? En dat is helemaal niet zo erg. Maar ik vind wel de spannende keuze Wilfried de Jong is natuurlijk niet spannend meer als hij gewoon zoekt naar mooie momenten waar de koning mooi uitkomt. Ja. En zegt, nou, mooi, volgende punt. Ja, ik wou even laten zien waarom ik denk dat iedereen het zo spannend vindt. Mm-hmm. Want je ziet hier een Wilfried de Jong die net begint, die in de theaterzaal aardig bezig is, goede recensies heeft. En die mag dan bij de grote Sonja Barend in de brakke grond een mooie grote studio. En het is, vind ik, een beetje vergelijkbaar qua spanning met, oké, ik loop een paleis binnen. Wat een crematorium, zeg. Ik zou er nog niet opgebaard willen liggen. Wilfried de Jong is niet degene die dit zegt, maar hij staat wel op de studiotafel, een soort behangselpap of zo. Ja, ja. Te maken. Zit er nog klont in? Ongelooflijk brutaal. Het hele publiek onderkladderen. Mm. Nou, ik ging van de week gewaarschuwd naar de voorstelling. Ze hadden tegen mij gezegd, dat moet je niet heen, want het is niks voor jou. Het is ontzettend smerig en grof en, en wild en veel poep en pies. En je moet er absoluut niet heen gaan. Maar ik heb een enige avond gehad. Ja, en nu zie je dus dat helemaal niet gewaagd is wat hij doet. Nu gaat hij gewoon, wij spreken gewoon bij Sonja Barend beleefd aan tafel zitten. Gaat gewoon zitten. Ja, sterker nog, hij krijgt dus bijna de Sonja Barend Award. Ja. Zij komen met z'n tweeën op en ze denken, we gaan iets doen. En morgen zegt iedereen schandalig. Mm. En Wilfried de Jong is nu iets aan het doen. En hij hoopt dat de volgende dag iedereen zegt, mooi. En hij heeft nog die spanning van toen hij dit soort dingen durfde. Mm. Die nepspanning, die fopspanning, die verkoopt hij nu aan de NOS. Zullen we gaan zitten? Ik vind het goed plan. Ja. Ze hebben wat in die hal gedaan, ze hebben wat in de bibliotheek gedaan. En nu denkt Wilfried de Jong blijkbaar gewoon, laten we nu maar gaan. Ja. Ik geloof het niet. Ja. Ja, het is heel gestileerd. Hè? Het is een soort dans eigenlijk, een rondje wat uitkomt nu in de... We zullen meteen beginnen. Ik denk me goed. We zijn er al lang begonnen. Ja. Dan stel ik voor dat we eerst eens gaan kijken naar uw jeugdjaren. Nou, dan komt er een montage van beelden. En ik voor me Garcia! Muziek is ook weer heldhaftig. Mm. Bij die Dik voor elkaar show kunnen we denken, nou, dat is in zijn leven misschien. En dan krijgen we straks een anekdote te horen of zo. Maar die treinkaping De Punt 1977 is echt een belangrijk moment voor Nederland. En misschien helemaal niet in zijn leven. Dit komt ook helemaal niet terug.
Nee. Verder. Daar gaan ze het helemaal niet meer over hebben. Het kan gewoon iets van de jaren 70 zijn. Ja, beelden deels door uzelf uitgekozen, geselecteerd en deels door ons. Hè? Dat het even duidelijk is. Dit is niet duidelijk. Nee, dit is gewoon, er is een vraag, een hele terechte vraag. Wie heeft de beelden uitgezocht? Ja, en die vraag beantwoorden ze zelfs expliciet op een pagina. Maar we zeggen, nou, ik kan me voorstellen dat er ook allerlei vragen zijn over dit interview. Daar hebben we een aantal van deze vragen beantwoord. En een van die vragen is, hebben jullie nou die beelden uitgezonden of de koning? En zeg, nou, laten we dat even duidelijk maken. Wij of de koning? Ja, dat is alle mogelijkheden. Ja. Dat is toch niet duidelijk? Ja, je wil weten welke beelden door de koning en welke beelden door de redactie. Ja, nou dat ga ik je heel duidelijk maken. Deels? Deels de redactie, deels de koning. Het interview dat we nu gaan zien lijkt een beetje op de manier van interviewen die wordt gebruikt bij zomergasten. Dus de gast kiest daar fragmenten en de interviewer, ja, die bekijkt die fragmenten met de gast en stelt daar vragen over. Dat is ook Wilfried de Jong geweest. Hè? En die heeft ook zomergasten gedaan. Ja. En het leuke daarvan is dat die selectie zegt heel veel over de persoon. Ja. Maar dan moet je dat durven. Ja. Dan moet je gewoon zeggen, oké, de koning heeft fragmenten uitgekozen. Ja. Ik ben de maker, ik ga erop reageren. En dan krijgen wij een beetje een ander perspectief op die koning misschien. Ja. Want die kiest dit, die kiest dat. En nu heb je een soort zomergasten waarbij dan de interviewer zegt, als de gast de fragmenten aandient, leuke fragmenten. Maar misschien kunnen we die vervangen hierdoor en die nog daar. En dan zeggen we niet tegen de kijker welke ik heb uitgezocht. We zeggen gewoon dat ik ook wat heb uitgezocht. Ja. Dan heeft het interview al een soort van plaatsgevonden. Ja, dan gaat de spanning een beetje eraf. Ja, dan is want dan, daar wil ik dan bij zijn. Ik wil dan zien dat zij samen vraag. Die fragmenten uitzoeken. Waarom wil je dit laten zien? Waarom wil je dit ons laten zien? Dat is vaak iets wat in zomergasten zit. Ja. Nou, ik wil dit laten zien, want ik vind dat belangrijk. En dat, die spanning is weg. En dat is het oppoetsen. Ja. Dat is het oppoetsen. Ik kom met deze selectie. Oké, maar even vanuit onze ervaring, die even weg. Die er even erbij, waar we hier. Ja. En wij gaan zorgen dat jij er mooi uitkomt. Ja, het straalt allemaal vooringenomenheid uit. Ja. En controle. En ook een beetje duiken van de koning eigenlijk. Ja. Als mensen het gek vinden, dan kan ik allemaal zeggen van oké. Ja, die Wilfried de Jong, die komt daar met allemaal fragmenten aan. Dit zijn uw eerste levensjaren die we op een bepaalde manier voorbij zien trekken. Ja, op een bepaalde gekke manier. U leeft op Drakenstein. Ja. Met het gezin. Hoe was die tijd voor u daar? Ja, ik denk zoals voor een heleboel. Dan maakt hij zich niet af. Wil hij zeggen dat hij een doodgewone kindertijd heeft gehad? Ja, ja. Als een heleboel kinderen op Drakenstein. Ja. Ging nergens over. Oh nee. Een onbezorgde jeugd. Weliswaar bewust van welke familie ik geboren was. Uiteraard door Koninginnedag op 30 april op het bordes. En regelmatig je grootmoeder terugzien. Besef je vrij snel in welke positie je zit. Ja, ik merkte natuurlijk snel dat ik de koning was. Ik bedoel, normaal, fuck, ga ik weer. Ik begin nog met zeggen, ik denk zoals voor een heleboel. En daarna, daar begint het mee. Ja. En het eindigt met, de positie waar ik in zit. We proberen onze kinderen aan de ene kant duidelijk te maken dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in het leven. Maar aan de andere kant dat ze zo normaal mogelijk moeten doen. En dat het niet hun schuld is als andere kinderen of andere mensen daar niet mee om kunnen gaan. Ja, die verantwoordelijkheid hebben ze, omdat die hen wordt opgelegd eigenlijk, hè? Opgedrongen door hem en de rest van het land. Ja. Die tegen de kinderen zeggen, jij komt uit een hele bijzondere familie, de meest bijzondere familie van Nederland. Op jou rust als kind al deze verantwoordelijkheid. Ja. Dat is nou eenmaal zo, dat is onvermijdelijk, terwijl het wel vermijdelijk is. Ja. Maar we doen het alsof dat onvermijdelijk is. En jij moet ondertussen ook nog zo normaal mogelijk gaan doen. Die taak ligt op jouw schouders. En als andere mensen dat raar vinden, hun probleem. Ja. Ja, of jouw probleem, koning. Het is een opdracht die bijna niet uit te voeren is. Doe eens normaal. Kijk even normaal. Ja. Doe gewoon normaal. Ja, denk niet aan een olifant. Ja. Weet je wel? Je bent super bijzonder, maar doe normaal. Ja. Ja. Dan ga je denk ik zo van bewegen zoals Willem-Alexander beweegt. Oké. Ja. Op de bibliotheek gaan. Ik zag net aan het begin een radiofragment wat we even in beeld kregen. De Dik voor Mekaar show. Wie heeft dat nou klaargezet? Ja. Weet je hoe je kinderen Sinterklaas zak wijs maakt of zo? Van, opeens, kijk, dit is Ja, precies. Huh? Oh. Hoe zou dat nou zijn? Ja, mijn hele jeugd was radio, gek genoeg. Wij hadden geen televisie in Drakenstein. Het is niet helemaal waar. Goed om te merken dat hij zichzelf soms corrigeert als hij overdrijft. Ja. Vind ik prettig. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat alles wat hij zegt waar is, maar er zit ergens een rem blijkbaar. Ja. Dus de redactie wist niet dat hij geen televisie had als kind. Hij zegt, doe maar een fragment van de Dik voor Mekaar show. En dan zegt de redactie, oké, doen we. Ja. En Wilfried de Jonge ziet dat fragment en die zegt, radiofragment. En dan komt dit verhaal, dan moet je mij geloven. Ja,
Nou, ik niet. Ik geloof hier helemaal niets van. Dit is iets wat je makkelijk kan geven. Mm-hmm. Wat helemaal niet een enorme onthulling is of zo. Maar wat wel een beetje... Oh, geen tv, opvallend. Zo. Ja. Je kan een beetje aandacht verwachten. En soberheid ook, hè? Ja. Koning, die had als kind vast alles. Nee, hij had niet eens een tv. Hij had geen tv, joh. Nou, hier vond ik ook weer Berenkamp helemaal... We kunnen nog jaren voort met een nadere analyse van de koninklijke ontboezemingen achter het ambt. Ontboezemingen. Dus in tegenstelling tot veel andere ambtsdragers, politiek of erfelijk voorbestemd, was Willem-Alexander zeer bereid tot introspectie en een kritische blik op mezelf en het milieu waar hij opgroeide. Zo bekend hij dat zijn jeugd op slot Draakstein vooral getekend werd door de radio, met name Hilversum 3. Die Berenkamp dacht van, wow, hier kunnen we nog jaren mee voort. Wat een nieuws, geen tv. Nou, hij is heel benieuwd naar onze video ook, lijkt het. Een nadere analyse. Oh ja, ja, dat zou hij geweldig vinden. Ja, hij heeft echt zin. Ja, dit keer, normaal niet. We gaan er nog jaren voort met lekker analyseren wat hier gezegd wordt. Een koning die radio luistert. Stop de persen. Het leuke ervan is wel... Kijk, ik durf natuurlijk nooit toe te geven dat ik het programma niet had gezien als ik op school kwam. Je werd er heel creatief van. Voor de pauze hoorde je andere kinderen uit wat er op televisie was geweest. En na de pauze deed je gewoon alsof je het gezien had. En sprak je gewoon mee met iedereen. Alsof je precies wist wat er op televisie was geweest. Ja. Dus uiteindelijk werd het wel weer een bron van creativiteit. Om maar niet toe te hoeven geven dat je het zelf niet had gezien. Hij had die televisieprogramma's niet gezien. En dat wilde hij niet toegeven. Waarom niet? Krijg je dan klappen of zo? Als je dat gewoon zegt, ja, ik zie dat niet. En dan niet schaamtevol bekennen. Ik loog. Nee, dat was creativiteit. Dus... Ben ik mooi mee weggekomen. Ja. Dat ging heel goed, dat liegen. Alles liever dan... toegeven dat ik iets niet heb gezien. Of toegeven dat je iets niet hebt gelezen. Die verdenking vind ik wel dat hij een beetje op zich laat nu. Ja. Zullen we naar een tweede deel gaan? We hollen een decennium door, zal ik maar zeggen. Kijkt u mee? Ja. Alsof hij nee kan zeggen. Kijkt u mee? Nee, sorry. Nou, ik ben er klaar mee. Ik ga even gaan lukken scheppen. Ja. Dan krijgen we de pubertijd. Niet de puberteit, maar de pubertijd. Oh ja, spelfoutje. Hier word ik even herinnerd aan waar al die onzin uiteindelijk op rust, weet je wel. Ja, ja. Wat geeft die koning voor recht om de baas te zijn? Hè? Ja. Nou, hij stamt af van een vorige koning. Ja, maar en die wil van een koning. En dan uiteindelijk bij Willem van Oranje. En dan waarom Willem van Oranje? Ja, God. Nou, dus weer nieuwsgebeurtenissen waar Willem Alexander niets mee te maken heeft. Ja. En maar lullen over bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dit vind ik interessant. Omdat ik denk, satire. Ja. Maatschappijkritiek. Ja. Goed aan de bier, best wel edgy. Nou, weer sport. Totally random, hè? Joop Zoetemelk, nog iets, nog iets. Jouw leven is gewoon uit beeld nu. Wat haalde toen het jaar over zich? Ja. Weet je wel, toen de klok liep, de laatste minuten voordat het nieuwe jaar begon op tv, weet je ja, wel? Dat een beetje. Welke ja. beelden zag je toen? Ja, ja, dit in dit decennium speelde dit en dat. Oké, okay, dat klopt. Ja. Wat moeten wij daarmee? Wat zegt het over de koning? Ik vond het wel erg geestig om ook die shot van Coat & Bee te zien. Wat overkomt me nu? Coat & Bee? Coat & Bee. Oh, daar hebben we nog wel iets leuks over. Ja, dat zal wel, ja. Maar wij kwamen dus uit de provincie, zoals dat gezien werd door de andere leerlingen op school. En er werden ook grappen gemaakt over mijn accent, mijn Barendse accent. En daar kwam uitgelachen. En dankzij Coat & Bee, echt uit mijn hoofd leren, kon ik binnen no time gewoon meedoen in de klas in Den Haag. Ja. Het was echt gewoon overlevingstactiek. We ontdekken een patroon nu. Ja, op school moet hij zich staande houden en wordt hij heel erg aangevallen. Ja. Hij moet een pose aannemen om te zijn zoals de rest. Ja. Net als met die televisie. En dat is niet echt iets om trots op te zijn, vind ik. Maar zo vertelt hij er wel over. Ja. Kijk, ik wist heel snel een pose aan te nemen, waardoor ik helemaal inpaste. Maar deed u, zoals dat hoort in die leeftijd... Deed u dingen die iedereen deed, hè? Nee, niet u specifiek. Ja. U bent zoals iedereen. Deed u Coat & Bee ook na? U kende ook die zinnen? Uiteraard. Wat Coat & Bee echt zo goed maakt natuurlijk, vooral is wat zij zeiden over Nederland. Het portret van Nederland dat zij schetsten. En kritiek ook. En de kritiek die ze daarmee leverden op Nederland. Ja. En daar gaat het niet over. Het gaat alleen maar over hun Haagse accent. En daar dan iets... Ja, dat is zo... Beetje of je niet begreep waarom het leuk was. Ja. Dat je dacht, hey, zij klinken gek. Ja, goed. De domste reden om het leuk te vinden, ja. Ja. Kunt u nog wat karaktereigenschappen zelf toeschrijven? Ik ben redelijk vasthoudend. Ik ben best wel veel eisend van mijn omgeving. Dat kan heel positief zijn, hè? Je laat mensen niet wegkomen met broddelwerk. Maar het kan ook zijn dat je een tiran bent. Maar kan ook wel, als we klaar zijn,
Dan vind ik het ook fantastisch om het met elkaar te delen. Als iedereen dan heeft gedaan wat ik wil, dan ben ik ook blij. Ja, hoe positief ik dat vind, hangt echt wel af van hoe naar je daarvoor was. Dus ja, ik kan het allemaal heel positief en heel negatief uitleggen. En daarom denk ik voorbeelden. Ja. Je kunt dus ook best wel vervelend zijn, daar in dat veel eisende. Ja, absoluut. Ja? Ja. Hoe uitzicht dat? Kijk, hier doet hij wat ik wil eigenlijk. Ja. Op allerlei verschillende manieren. Dus ook weer ontwijkend, hè? Ja. Maar ik, maar, ja. En dan eindigt het daar, het stukje. Ja. Oké, allerlei verschillende manieren. Prima. Dan denk ik, nou, als je nou een persoonlijk gesprek wilt, ja, niet over het koningschap, dan moet je hier doorgaan. Maar je hij corrigeert zichzelf. Hij wil doorgaan, dat is een impuls. Ja. Maar, en dan denkt hij, ja, god, ik heb al een keer aangezet. Het komt niet, hij wil het niet. Nou, dan ga ik maar naar het volgende. Ja, je blijkt wel dat Wiedel de baas is ook, hè? Ja. Maar u was vanaf dat moment al bezig om ooit koning te worden in uw hoofd, neem ik aan. Nou, die vind ik weer een goede inzet, ja, denk ik, inderdaad. Hoe zit dat? Ik denk dat het ook heel gezond is om juist je tegen af te zetten. Omdat je dan ook stukje voor beetje af gaat pellen. Waarom ga ik het wel doen? En uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat je het wel gaat doen. Maar dan heb je het voor jezelf ook onderbouwd. Dit klinkt alsof er geen andere conclusie mogelijk was. Het er tegen afzetten had als doel, als eindbestemming, weten waarom je het gaat doen. Maar wat is het dan nog afzetten? Ja, ik weet niet. Het doet mij een beetje denken aan moderne christenen die de Bijbel gaan herinterpreteren. Oh ja. De eindbestemming is: het boek is perfect. Ja. Maar we gaan het zo interpreteren dat het toch een beetje past bij de wetenschappelijke ideeën van nu. Ja, en waar zag u in die tijd dan tegenop? Ook een goede vraag, vind ik. Nou, wist ik zelf nog niet waar ik in de maatschappij terecht zou gekomen als ik niet in deze politie had gezeten. Die vind ik ook treffend. Heel zijn leven is voorbestemd, zowat. Ja. Dus hij heeft nog veel meer dan gewone mensen soms hebben. Die vraag van, hoe ver was ik gekomen als ik niet die voordelen had gehad? Ja, en ik vind het jammer dat Wilfried de Jong dit niet oppikt. Want dit is heel persoonlijk. Dus dit is in de veilige zone. En het is een soort van interessante fantasie. Ja. Van u droomt dus nog steeds eigenlijk wel eens van, ik ben geen koning. En wat denkt u dan? Hoe ziet u zichzelf dan voor zich? Dan kunnen we inderdaad misschien een beetje de persoon achter het koningschap zien. Als we even wegdenken, het koningschap even wegdenken, wat zou u dan doen? Maar daarvoor moet je ook toegeven dat jouw vriendschap met Mandela dus iets is wat voortvloeit waarschijnlijk uit jouw prins zijn. Ja. Hè? Dus je moet dan dingen weg gaan strippen waar je heel trots op bent. Ja. En dat was volgens mij, dat had het doel moeten zijn van dit interview. Als het persoonlijk had moeten zijn, dan moet je dus zeggen, we gaan alles wegstrippen. Ja, geen Mandela's, geen paleizen. Precies. Meer gewoon, wat wil jij nou? Wat ging aan jou om? We zitten gewoon in een zwarte studio of zo. Ze moeten streng zijn in de keus daarin. Ja. Denk ik. Maar dat zijn ze niet. Ze gebruiken het koningschap wel als een soort manier om hem op te luisteren. Ja. Maar officieel gaat het gewoon over hemzelf. Dus die luister wordt dan van hemzelf. Maar die is niet van hemzelf. Ja. Ik wilde mezelf beter leren kennen. En als je jezelf niet kent, kan je nooit een publiek ambt goed vervullen. Dan is hij eigenlijk weer weg. Terwijl ik vind dat trouwens ook een heel gekke kronkel. Hè? Als je publiek ambt hebt, moet je jezelf heel goed kennen. Moet niet iedereen zichzelf heel goed kennen? Dus je moet eerst jezelf door en door leren kennen. En dat is wat ik bij Amalia ook steeds benadruk. Leer jezelf kennen. Ken je eigen grenzen. Ga er overheen. Maak fouten. Want anders, en doe dat liefst zoveel mogelijk buiten het oog van het publiek. Maar maak fouten. Heb ik ook gedaan. Veel. Waardoor je dus jezelf leert kennen. En uiteindelijk dan later die fout ook niet hoeft te maken. Later in het leven. Ja. Heel belangrijk. Dit vind ik eigenlijk echt een kwalijke redenering. Ja. Ik zie hier een beetje in jaren van moreel verlof. Dus een beetje de koning heeft ook bij een studentenvereniging gezeten. Een beetje de excessen van de studentenvereniging. Mm. En hij zegt, daar hou je daar op een gegeven moment mee op. Hè, dan is er punt van fouten. En dan komt het punt van, nu maak ik geen fouten meer. Nu ben ik groot. Nu ga ik leren van die fouten. Maar dat punt komt niet. Want als je jezelf toestaat om onaardig te doen, om heel egoïstisch te doen. Je corrompeert jezelf. Ja, je raakt een soort moreel besef kwijt. En je gaat denken, liegen is prima, liegen is oké. Okay. Liegen is creatief. Het motto van fouten kun je leren. Ja, dat is een goed dat motto. Klopt. En ik is hier verwoorden tot, maak fouten gebiedende wijze. Dan is het geen fout meer. Wie bepaalt ook wanneer die tijd begint en eindigt? Ja, het wordt begrensd door wie het ziet eigenlijk. Hè? Dus... Ja, dat is het griezeligste eigenlijk eraan. Hij zegt, die fouten buiten het oog van de camera. Stiekem. Stiekeme fouten. Dan zijn ze niet erg. Ja. Dus het gaat er niet om hoe erg het is. Nee. Het gaat erom of we het niet zien. Ja. En dan is het goed. En dat is echt de moraal van iemand die
de boel bij elkaar liegt, steelt, vreemd gaat, die gewoon A doet en B zegt. En dan denkt, als niemand het merkt, ben ik er toch weer mooi mee weggekomen. En dit slaat voor mij dus een beetje terug op die eerdere twijfel die ik al heel vaak had. Mm-hmm. En dan als je dan dit denkt, ja, buiten het oog van de camera fouten maken. Als je het omdraait hebt, voor het oog van de camera, precies de goede dingen doen. En het is allemaal image, 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 zeg maar. Ja. Welke fouten heeft u gemaakt waarvan u zegt, daar heb ik nu voordeel van? Ik heb gewoon een best wel wilde brassig... veel fouten dus? Nee, wilde brassig leven geleid. Ook weer zo'n woord dat meerdere betekenissen kan hebben, hè? Ah, ja. Ik bedoel, Vindicat. Ja. Ja, die hebben dan een wc ondergesmeerd met poep, geloof ik. Dat is ook wilde brassig. Dat is wilde brasserig, ja, dat klopt, ja. Feestpartijen, van alles en nog wat. Oh ja, dat is wel heel fout, ja. En nu laat Wilfried de Jong hem gaan. De samenvatting werd altijd Prins Pils in die tijd. Oké, maar dat was dus de samenvatting van mensen die niet, blijkbaar niet precies wisten wat hij deed. Je kunt open zijn over je koningschap. Dan hoef je niet open te zijn over je persoonlijke fouten misschien. Hè? Ja. Zij gewoon zegt, dit is mijn rol. Ik zie mijn rol als koning dus en zo. Ja. Maar ziet u uw rol dan niet meer zo? Nee, ik zie hem zo. Dat kan ook een kritisch interview zijn. Ja. Maar nee, persoonlijk. Ik heb fouten gemaakt. Welke fouten dan? Ja, feesten. Feest. Ja, nou, dan mislukt het interview bij deze. Ja. Af. Ja, maar dat komt uit Duitsland. Hè. Dat is in Duitsland bedacht. Dus dat is niet een origineel woord hier vandaan. Jij zegt nu wel Prins Pils, maar dat is iets Duits. Oh, sorry. Oh, nee, als Duits is, dan deugt er niks van. Maar... Dat is toch niet per se fout, zou je zeggen? Oké, Wilfried de Jong heeft hem niet helemaal opgegeven. Nou, maar je zoekt wel de grenzen op. En het is heel goed om je grenzen op te zoeken. En soms er ook overheen te gaan. Zonder dat je dat in het publieke domein doet. Wat? Ja. Krijgen we dit weer? Waar je vrienden hebt die voor je opnemen en zorgen dat het allemaal goed gaat. Nou, weer een beetje op dat liegen uit. Nou komt er een derde montage die ook weer een mengelmoes is van historische en persoonlijke gebeurtenissen. Waaronder daadwerkelijk de val van de Berlijnse Muur. Ook weer sport die er niet toe doet. Maar ook een stukje sport dat er wel toe doet. Namelijk de deelname van Willem-Alexander aan de Elfstedentocht. Ja. En meteen daarna vertelt hij daar een anekdote over. En toen kwam een vriend van mij die ook op het Kim zat. Die kwam naar me toe en die zei, wij gaan samen de Elfstedentocht rijden. Ik zei, helemaal niet. Nou, hij bleef maar in mijn kamer zitten en ik wilde gewoon gaan slapen. Ik zei, weet je wat? Morgen ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Als je me nu met rust laat. Ik wil helemaal die toch niet rijden, maar ik lieg gewoon even tegen hem, zodat hij weggaat. Dus hij is weggegaan. En ik ben gewoon de volgende dag zat ik bij mijn mentor. En daar zat nog iemand anders bij die wel ging rijden. En toen zei ik, misschien ga ik hem ook rijden. Gewoon een beetje op die manier. Ik heb eerst gelogen tegen die jongen dat ik graag mee wou doen. Dat was niet zo. Mm. Nu zit iemand die hem heel graag wil rijden. Daar kan ik dan leuk mee meepraten. Door toch weer die leugen erin te brengen. Zeggen dat ik hem misschien ook wel ga rijden. En toen zei die mentor, zei van, als je serieus bent, wil ik nu de operationele school, waar ik 3 tentamens had op woensdag. En dan zorg ik dat die tentamens verzet kunnen worden. En dan kan je hem rijden. En toen ging die docent daar weer mee aan de haal. Ja, dus toen moest ik daar weer aan beantwoorden. Dat is dus inderdaad wat je gebeurt als je gaat liegen. Dan kom je van de ene situatie opeens in de andere situatie. En dan heb je alweer dit gezegd. En dan opeens sta je die Elfstedentocht te schaatsen. Omdat je een beetje aan het meekletsen was. Om leuk gevonden te worden. Oké. Verzet die tentamens maar. Toen dacht ik van, nou, ik ga nu even bellen om te kijken of ik die vriend mee kan krijgen. Daar naartoe. Inmiddels was dus mijn startplek geregeld. Maar helaas van die vriend niet. Hmm. Hij heeft heel sportief opgevat. Ja. Maar ik kon niet meer terug. Dus toen ging hij in zijn eentje ging hij hem rijden zonder die jongen die dat bedacht had. U bereidt uw dochter natuurlijk ook, neem ik aan, voor als u ermee stopt dat zij er maar door moet. Ze is 13. Dan zal ze toch, als ik uw leven even neem, zal ze toch ook af en toe denken, ik heb helemaal geen zin in die functie later. Ik hoop dat ze dat ook zegt. Ja? Ja. Want? Want dan gaat ze zich ook bewust afvragen waarom ze het misschien wel moet doen en waarom ze het wel gaat accepteren. En ook zij lijkt geen keus te hebben, hè? Dus het punt staat daar al. Ze mag best even, laat maar helemaal van de kaart aflopen. Als je maar daar moet ze uitkomen. Daar uitkomt, ja. Maar dan moet u het als goede vader zelfs haar afraden. En wat bent u dan voor een tyrannieke vader dat u uw dochter niet de vrijheid gunt om zelf haar beroep te kiezen? Ja. Want we gaan jou even niet als koning beschouwen. Want alleen als we die koningcontext accepteren, vinden we dit normaal. Want verder vinden we dit abnormaal. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje de point of zeg maar, de koninklijke familie. Die nemen dat baantje van elkaar over. Ja. Want als het allemaal een soort vraag is van, ja, god, misschien nu deze wel, de andere niet. We kijken een beetje. Dan komt natuurlijk wel het hele idee van het koninklijk huis in gevaar. Ja.
Maar ja, ik zou denken, dan is dat maar in gevaar. Ja, ja. Precies. Ik vind het niet zo belangrijk. Dat koningschap wordt alleen maar buiten beschouwing gelaten in de zin dat ze het er niet over hebben. Ja. Maar ondertussen is het de hele tijd aanwezig en ook op een vervelende manier. Namelijk ja. Als een excuus, als iets waar die mooi mee voor de dag kan komen aan de andere kant. Ja. Maar nooit als iets waar eerlijk over gesproken wordt. Ja. Over wat het nou eigenlijk is. Nou, afraden niet, maar wel... Dat is heel kritisch. Ja. En heel goed. Wel, we hebben deze gedachte nu vast. Ik bijt door. Maar hij corrigeert zichzelf meteen. Ja. Toch? Ja. Ja, jij bent de baas. Ik bedoel, ik check het maar even bij jou. Als we terugkijken naar uw werkleven, wat we toch ook af en toe door dit privéleven zien glanzen, dan is het ook af en toe enorm zwaar. Hij pakt hem hier niet waar hij op moet pakken, vind ik. Hij pakt hem niet op. Je wil dat ze zich er tegen afzet. Ja. Je wil dat ze een keuze heeft. Misschien moet je het eraf raden, zodat ze echt zelf kan kiezen om het wel te doen. Ja. Maar wat hij nu zegt is, ja, het is toch best een zwaar werk. Zo komt het op mij over. Dus misschien moet je het haar afraden, want het is toch wel zwaar. Ja, het is zeker 24 uur per dag een verantwoordelijkheid. Maar wat is de verantwoordelijkheid? Ja, ik weet ook niet. Je hoeft geen medelijden met mij te hebben. Nee, heb ik. Ik heb een heel interessant leven. Ja. Ik ontmoet ontzettend interessante mensen. Ik mag hele mooie... wanneer Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. Als je alleen dit gesprek zou kijken... Ja. En je zou je naar iemand vragen... wat is de functie van de koning in Nederland? Mm-hmm. Dan zou je eigenlijk niks terug kunnen zeggen. Je hebt geen idee wat zijn taken zijn. Het gaat over zijn persoonlijke leven. Maar hier geeft hij eigenlijk toch een beetje een visie op wat het is. Mm-hmm. In zijn beleving, wat hij er in ieder geval van gemaakt heeft... Ja. Is heel erg een soort van Nederland vertegenwoordigen... Mm-hmm. Als symbool van Nederland en met name in het buitenland. Maar, zou ik zeggen... dat vind ik eigenlijk ook niet de formele kant. Dat is ook de informele kant. Ik wou een klein stukje laten zien van wat er wel staat. In de grondwet staat... de regering wordt gevormd door de koning en de ministers. En voor dat artikel staan allemaal artikelen over de koning. Mm. De koning dit, de koning dat. Het gaat maar door over de koning. Zijn paleizen, wie die allemaal... Koning fetish. De koning. Grondwet heet de koningsvet. Ja, en in artikel 42 krijgen we nog eens een keer... wat wij dan de echte regering zouden noemen. En dan staat dan... de regering wordt gevormd door de koning en de ministers. En dan staat er... de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Dat is, moet je heel erg historisch zien. Dat is helemaal afgedwongen van de koning. Andere koningshuizen werden zo'n beetje onthoofd rond die tijd. Mm. En dat is dus een hele terugstap ten opzichte van wat er eerst stond. Mm. Maar ik wou me even het punt maken... stel dat je dat allemaal niet zou weten. Je leest gewoon de grondwet... Je krijgt daarna de vraag, wie is de baas in Nederland? Dan zeg je, de koning. En met name ook om wat hierna staat. In artikel 43 staat, de minister-president en de overige ministers... worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. Mm. Dus de koning benoemt de regering. Hè, niet het parlement, de koning doet dat. Artikel 47, alle wetten en koninklijke besluiten... worden door de koning ondertekend. En de minister, maar eigenlijk... als de koning niet tekent, dan is de wet gewoon niet geldig. He, dus na de Tweede Wereldoorlog wouden we in Nederland al iedereen die gecollaboreerd had, die wouden we allemaal moesten een kopje kleiner gemaakt worden. De regering die was daar eigenlijk een beetje huiverig voor. Die wou geen wat ze noemden bijltjesdag. Dus die dachten, nou, we gaan wel heel ruim doodstraffen uitspreken, maar dan gaat de koning die kan dan gratie verlenen op die doodstraffen. En de gedachte was dat de koning dat dan ook zou doen. Maar dat is dus aanvankelijk geweigerd. Wilhelmina tekende niet, omdat ze wou dat die mensen gewoon ter dood gebracht werden. En Juliana, die tekende later weer niet, omdat ze tegen de doodstraf was. Voor diezelfde collaborateurs, die gewoon later berecht waren. Ja, en in die context wou ik een paar quotes geven uit het historisch nieuwsblad, die ik denk, die je nu ook aan de huidige spelers zo toe kan schrijven. Dan met misschien een andere context. Dus hier zegt de minister: ik voelde toen voor het eerst dat de kroon niet helemaal een formaliteit is in ons staatsbestel. En dat bij gewichtige zaken waar de kroon een standpunt zou willen innemen, dit door weigering zou kunnen afdwingen. Tegenover premier Drees legt Juliana haar dilemma uit. U draagt wel de politieke verantwoordelijkheid, maar als ik een besluit teken, dan draag ik toch moreel ook verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dat besluit. Ja. Zij heeft inderdaad een morele verantwoordelijkheid. Je kunt niet zeggen dat degene die die wet ondertekent en daarmee bekrachtigt geen enkele morele verantwoordelijkheid heeft. Dat kun je wel in de grondwet zetten. Ja. Maar daarmee is dat nog niet een feit. Nee, ik zou ook denk ik als er iemand bij mij komt en zegt, jij moet dit nu tekenen en dan gaan wij daarna iemand doodschieten. Ja. En je bent niet verantwoordelijk. Je bent niet verantwoordelijk, maar als jij, we doen het alleen maar als jij tekent. Ja. Dan maak je iemand verantwoordelijk natuurlijk. Dat, ja.
ja, je kunt wel afspreken dat het niet zo is, maar dan ben je gewoon raar bezig. Ja, Beatrix had wekelijks een gesprek met de minister-president. Hmm. En die, ja, de verhalen gaan dat zij af en toe ook gewoon weigerde om iets te tekenen of te doen. En als ik de koning beluister, dan denk ik, hij legt gewoon andere accenten. Dat maakt hem wel een soort slapende reus. In de zin van, als hij wel opeens wetten tegen zou gaan houden, dan kunnen we daar heel moeilijk iets tegen doen. Hij kan ook heel moeilijk uit de grondwet gehaald. Want dat zouden we ook weer moeten tekenen. Ik wil graag een scène laten zien uit een BBC-film King Charles III. Where is he? He's upstairs. He'll be down shortly. Upstairs? Robert said he was not to be disturbed. Je ziet hier ook een beetje die onvoorspelbaarheid. Dus de koning zegt gewoon, ja, ik ben even boven. Yeah. Laat me met rust. We'll divide the house. De reus is wakker. Ja, ja. Empowered by ancient decree, I do, as king of England, Northern Ireland, Wales and Scotland, use my royal prerogative here to dissolve the parliament at once. Ik vind dat heel mooi symboliseert dat je het dus niet in de hand hebt. Hè? Dus Amalia kan denken, hey, kan ik de ministers ontslaan? Ik loop naar binnen. Ik ontsla ze allemaal. Want het is helemaal niet gezegd dat de opvatting die Willem-Alexander heeft, namelijk ik doe een ambassadeur, ik ga Nederland vertegenwoordigen in het buitenland, dat Amalia ook die visie zal hebben. Dit aspect aan het koningschap, die macht die die koning eigenlijk heeft, waarvan het alleen maar een traditie is, of een gewoonte dat hij die niet uitoefent, dan mag best wel meer aandacht voor zijn. Ja. Terwijl in dit interview wordt gedaan, alsof we dat allemaal wel hebben gehad, nu gaan we eens even naar de persoon kijken. Het interview eindigt op Maxima. Ze is ook heel, bij veel mensen heel populair in het land. Ja. Sommige mensen zeggen het is populairder dan de koning. Bent u er nu een anderhalf uur in geslaagd om nu weer een treetje boven haar te staan, denkt u? Cynische opmerking, maar wel terecht. Maar ook een beetje mosserd na de maaltijd. Hij heeft er zelf aan meegewerkt ook. Ja. Dus het is ook sneer naar zichzelf. Ja, hij voelt zich een beetje, hij lijkt zich een beetje dirty te voelen. Ja. En hij zoekt eigenlijk een beetje steun bij de koning. Van nou, we hebben wel weer even een mooie poets gebakken samen, toch? Ja, Nou. En dan zegt de koning, laat hem eigenlijk staan in zijn eentje. Ja. Nee. Als dat mijn doel was geweest, dan had ik hier een hele andere manier met u zitten praten. Wat nergens op slaat. Want hij heeft hier precies gezeten als iemand die populair wil worden. Kijk naar mijn gave vrienden. Kijk naar al mijn boeken. Kijk naar hoe hard ik werk. Ik wil zo mijn best doen. Ik ben heel normaal. Ik ben echt super normaal. Hij had misschien niet toe moeten geven dat hij op school zoveel moeite deed om populair te zijn. Ik dank u wel. Het is wel even lekker. Beetje frisse lucht. Ja. De koning voelt zich ook smerig misschien. Ja. Er is ook geen aftiteling aan het einde, vind ik heel opvallend. Ja, ik wou het einde gaan even contrasteren met hoe die eigenlijk met de koningin van de prijs waar die nu voor genomineerd is, hoe die... Ja, de Soenen. Ja, Soenen. Wacht even, wissel. Ja, ik weet niet of dat wel legaal is wat hij daar doet. Als het einde van het interview gewoon Willem-Alexander vol op zijn bek had gepakt. Ja. Dan had ik wel geschreven van, wow. Ja, precies. Dit is wel een baanbrekende tv. Ja. Het staat voor mij ook wel een beetje symbool wat ik wel breder gevoel bij de NPO. Dat dit was nog een tijd waarvan jonge mensen baanbrekend, allerlei gekke dingen gebeurden. En nu is eigenlijk alles kan heel goed ook tussen de bingo door in een bejaardentehuis, zeg maar. Het publiek wordt ook steeds ouder. En het is allemaal middle of the road. En het is allemaal niet aanstootgevend. En het is allemaal heel braaf. Ik zou echt niet zeggen, de NPO is de staatsomroep. Dat vind ik echt te ver gaan. Want het is echt niet zo dat de NPO zegt wat Mark Rutte wil dat de NPO zegt. Ja, ik zou het nog wel om willen draaien. Ik denk juist dat normaal, de NOS en de RTL, dat die redacties zeg maar blijst zijn als ze een minister zover hebben gekregen dat hij super dom zegt en af moet treden. Ja, maar als het aankomt op de koning, het staatshoofd, dan ineens is de kritiek nergens meer te vinden. Ja. En dan het gangbare excuus daarvoor is, ja, maar staatshoofd was een neus. Ja. Ceremonieel, geen echt staatshoofd. Nou ja, bekijk de grondwet maar eens even. Ja. Wel eigenlijk. Ja. Dat is echt niet zo... onschuldig. Daar is echt niet zo duidelijk mee afgerekend nog. Nee. Dus dat staatshoofd zo bewierroken en zelfvertrouwen geven, dat is niet zonder risico. Ja, zeker niet als je tegelijkertijd de minister afbrandt. Want het is een evenwicht eigenlijk tussen die twee. En als je de koning dus machtig maakt en de minister afbrandt, dan kan die balans misschien wat meer naar de koning gaan dan we denken ook.
een publieke omroep die het staatshoofd, dat echt macht heeft, alleen maar ophemelt. Ja. Aan wat voor landen doet ons dat denken? En willen we daarop lijken? Het is een enge situatie op gelukkig een heel bescheiden schaal, zou je kunnen zeggen. Ja. De risico's zijn betrekkelijk klein, maar de principes zijn helemaal niet, nee, niet goed. Het hele interview heeft als doel hem op te leuken. Ja. En dat doel keuren wij al af. En vervolgens wordt gedaan alsof dat doel bereikt is, terwijl het niet eens echt bereikt is als je goed luistert. Ja. Dus weet je, dus het staatshoofd en de belangrijkste media, nou, dat is dan niet zo goed. Ja. Verder is dat wel niet zo zorgwekkend.